De omgeving rondom het huis van de gemeente wordt aangepakt. Dat was al bekend, maar nu zijn de plannen definitief. Nadat de buurt haar zegje had gedaan en koos voor de duurste variant, vloot de raad de wethouder terug en die moest met een nieuw voorstel komen. Dat werd voor de verkiezingen goedgekeurd door de gemeenteraad en dus werden de plannen nog eens voorgelegd aan de omwonenden. En eigenlijk zijn we stiekem al begonnen. Hè? Omdat je goed kijkt, ziet het, bij de gallery hebben we de weg, de weg al open gegooid. Dan zijn we eigenlijk al stiekem begonnen met, met de uitvoering, eh, omdat we ook eh, snel door willen. Eh, de planning is, is, ziet er vrij, eh, vrij strak uit. En, eh, wat, betreft, zie, wat betreft het park ga je het straks waarschijnlijk rond de zomervakantie zien. Eh, vlak, voor, vlak na de zomervakantie gaan we de, burgeme, de voormalige burgemeesterswoning slopen. En dan ga, je, ja, dan ga je in ieder geval die prachtige doorkijk naar het park waar we het voor wilden doen. Ja. Maar je hebt dus een informatieavond en jullie zijn al begonnen. Jullie verwachten dus eigenlijk geen enkele problemen. Nou ja, we moeten de aanbestedingen doen. Hè. Dus stel dat er vanavond echt hele goede dingen kunnen, kunnen we die altijd nog meenemen in het, in het, in het, in het ontwerp. Uh, maar goed, we hebben het uh, voorlopige ontwerp ook al een keer met al, in de besproken. Die hebben we toen een keuze gemaakt voor een bepaald ontwerp. Dus we verwachten niet dat, er, dat, er, dat, er, dat mensen er nu opeens heel erg anders over gaan denken. Uh, dus ja, goed. En, en dat, stukje, dat stukje weg, dat is nog langer op de rol. En dan zeg je van, nou, trekken we dat vast naar voren toe en we gaan wel eens beginnen. Eerder werd al het Panningse Centrum op enkele plekken onderhanden genomen. Met de aanpak van het gebied komt er ook een bouwkavel en wordt er verbinding gelegd met de omgeving rondom het Huis van de Gemeente. Nou, de insteek was met name om het, om het centrum van Panningen wat meer te betrekken uh, bij het huis van de gemeente. Als je nu naar buiten loopt, loopt je het centrum, loop je bijvoorbeeld tegen een, een routeport of tegen een bank, ga nummer op. Ze dus moet moeten eigenlijk een soort natuurlijke doorloop zijn van het huis van de gemeente naar, uh, naar het centrum toe. Uh, daarmee willen we ook de, 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 de mensen die naar de bibliotheek toe gaan, ook trekken om in het centrum in te lopen, om het zo maar eens te zeggen. We krijgen een, 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 parkeer, een autovrij plein, een, een parkeervrij plein uh, voor het huis van de gemeente. Waar je allebei, allebei activiteiten voor kunt gaan doen. Hè. Straks bijvoorbeeld met de carnaval of noem maar op. En het parkeren verplaatsen we eigenlijk meer richting het uh, park. Uh, Daar waar de burgemeesterswoning, die nu een derde of een beetje van het park in beslag neemt, die, die wordt gesloopt. Dan gaan we parkeren maken, zodat je vanuit die kant eigenlijk een vrije inkijk in het, in het park krijgt. Eigenlijk zie je, ja, kun je van alle kanten straks het park uh, inzien. En... Uh, uh, ja, ook daar gaan we een stukje nieuw openbare ruimte ontwikkelen. De BIP krijgt straks een groter terras, zodat mensen straks, die in de BIP gaan ook lekker buiten kunnen gaan zitten en een boek kunnen gaan lezen. Zeg maar. Zodat we ze dus ook meer natuur zeg maar, dichter bij de mensen brengen. De werkzaamheden zijn dus al gestart en zullen na de zomervakantie verder gaan. Aan het einde van het jaar en begin volgend jaar moet alles gerealiseerd zijn. En dan is dit beeld verleden tijd.